Notenkraker groep 7a. Weeshuis de Regenboog. Deze baby is door zijn ouders op straat achtergelaten. Hé, hey, moet je zien, er ligt gewoon een baby. Gelukkig komen er twee mensen aan. We koken een baby! Ze besluiten de baby naar het weeshuis te brengen. Ergens anders in het land zit een jongen in het kantoor van UNICEF. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, ik was een kindsoldaat. Ik moest mijn vader en moeder doodschieten. Joh, wat erg voor je. Maar we moeten eigenlijk wel weten hoe je heet en wat is je adres en wanneer ben je eigenlijk geboren? Dat weet ik niet. Ik weet helemaal niks. Ik weet niet hoe ik heet. Ik weet niet wat mijn geboortedatum is. Ik vind het zo erg. Wat moeten we hiermee? Ik denk dat we hem naar het weeshuis moeten brengen. Vind je dat goed? De ouders van dit meisje zijn doodgegaan in de oorlog. Nu moet ze bedelen voor geld. Maar gelukkig is er iemand die haar wil helpen. Heeft u alsjeblieft een beetje geld? Geld, dat geef ik je niet, maar ik kan je wel helpen. Kom maar mee. De kinderen hebben het heel goed in het weeshuis. Binta komt vaak kijken naar het meisje dat ze gered heeft. Ze vraagt of ze het meisje mag adopteren en dat mag. Dus je hoeft alleen nog even dit te tekenen en dan kan je voor haar zorgen. Oké. Ik ben zo blij dat het eindelijk geregeld is. Heel erg bedankt. Geen dank, ik vind het ook heel fijn. Ik ben. Het is eigenlijk niet geregeld, want de Binta weer naar huis. Yay! In Nederland is er een echtpaar die geen kinderen kan krijgen. Ze moesten heel lang wachten, maar gaan nu met het vliegtuig hun adoptiekind ophalen. Ze zijn super blij als ze de baby zien. Oh, wat schattig. En die mooie blauwe ogen. En kijk het neusje. Deze oude mensen zijn op zoek naar hun kleinzoon. In de oorlog is hij ontvoerd. Ze hebben hem in het hele land gezocht. Alleen bij dit weeshuis zijn ze nog niet geweest. Ze vragen of een kleinzoon hier woont, maar Nanny kent niemand die zo heet. Dan laten ze een foto zien. Onze kleinzoon Daniel. Ja, die ken ik wel. Fabian! Zijn jullie zijn opa en oma? Ja. Ja, dat klopt. Zou die blij zijn dat hij eindelijk hier weg mag? Dit zijn je opa en oma. Oh, ik ben zo blij dat ik je heb gevonden. Oh, hoi Daniel. We hebben je echt heel erg gemist. De kleinzoon, die dus Daniel heet, is super blij. Hij mag met zijn opa en oma mee naar huis. De nanny is blij voor Daniel. Maar lang kan ze er niet over nadenken. Er is alweer een nieuw kind dat haar hulp nodig heeft. Alle kinderen zijn hier welkom. Kom maar binnen.